Allereerst gefeliciteerd, 4-2 overwinning. Ben je tevreden? Jawel, ja, 80 minuten dan misschien. Daarna. Ja, het begint al natuurlijk met die eerste goal weggeven. Maar ja, je had volgens mij zo makkelijk naar 5-6-0 kunnen uitlopen. En dan gebeurde dat niet. En dan ja, niet echt met geknepen billen zat. Want je had nog wel natuurlijk een doelpuntje ruimte zeg maar, om te ontvangen. Maar het was niet zoals het hoort, zoals je hoort af te sluiten. Nee. Natuurlijk, als je 4-0 voor staat wil je graag die 0 houden. En ja, dan krijg je 2 doelpunten tegen. En, ja, dat is wel zonde voor de statistieken, maar ook gewoon ja, voor het gevoel van die wedstrijd. Dat je met 4-0 loopt toch even lekker het veld af. Maar we hebben 3 punten en ik denk dat dat nu het belangrijkste was na een Champions League wedstrijd. We hebben een hele jonge ploeg gehad, want de meeste vaderspelers die waren ziek, zwak of misselijk. En, dus in dat opzicht ben ik zeker tevreden. Jij komt erin voor Toby Alderweireld. Ben je tevreden? Ja, eigenlijk niet. Daar sta je 4-0 voor. Over de eerste helft wel overigens, maar ja, tweede helft sta je 4-0 voor, niks aan de hand. En dan, ja, coach zeggen de hele, ik heb eerste en hij valt eerste, ja, dan moet je hem hebben. En, nou, dat had ik niet, dus dat reken ik mezelf zeker aan. En, als verdediger mag dat niet, dus ik ben niet helemaal tevreden. Het is een positie waar je al vaker hebt gespeeld. Moest je nog wel wennen ten opzichte van de linksbackpositie? Jawel, het was toch even wennen. Volgens mij heel dit jaar bijna linksback gespeeld. En ja, worden toch andere dingen van je gevraagd in de opbouw. Moet je veel meer meedoen. En met name het indribbelen. En ja, het is natuurlijk ook anders dekken met meer ruimte in je rug. Een spits die twee kanten op kan. En ja, al met al denk ik dat de eerste helft wel goed ging. De tweede helft ja, maakte het toen ons wat lastiger. En ja, hadden we misschien die goals niet zo makkelijk weg moeten geven, maar verder vond ik het prima. Victor Fischer en Ejong Eno stonden in de basis ten opzichte van de laatste wedstrijd, de Paulsen en Schöne. Kan je toelichten wat je afwegingen waren? Nou ja, kijk, Christian Paulsen heeft veel gespeeld, maar had ook wat kleine pijntjes met zijn enkel. Nou, dit is nou niet echt bevorderlijk daarvoor, dit veld. En ik wilde ook gewoon wat spirit erin hebben met Eno. Na een Europese wedstrijd. Ik denk dat hij wel honger naar kunstgras had. Niet naar gras, maar kunstgras. En Victor klopt gewoon de laatste weken aan de deur. En ik vind dat hij dit moment de tijd rijp was om hem te laten spelen. Dat heeft hij niet beschaamd, dat vertrouwen, hè? Nee, hij heeft 2 goede goals gemaakt. Belangrijke momenten. En je zag dat hij steeds beter in de wedstrijd kwam, ja.